Het is een van de grootste outdoor dance events in de Benelux. En ik ben er wel best wel trots op, eerlijk gezegd, dat dat in, hier op de Berendonk in Wijchen plaatsvindt. Dat wij ook samen met de exploitant elke keer weer opnieuw het ook een veilig evenement kunnen laten zijn. Wij vinden gewoon veiligheid heel erg belangrijk. Dat we de 25.000 mensen die hier samen zijn op dit terrein een feest kunnen bezorgen. En het betekent dus dat je daar waar je ziet dat er incidentjes zijn, en er wordt natuurlijk ook veel alcohol genuttigd, dat we daar kort op zitten, dat we dat als het ware klein kunnen houden, waardoor het ook het feest blijft wat het moet zijn. En zowel op het terrein als achter de schermen zorgen we ervoor dat dat feest ook op die manier kan verlopen. En de mensen zo min mogelijk daarvan gaan merken, want het moet vooral gewoon een feest kunnen zijn. En dat lukt gelukkig ook heel goed. Wat ik zelf mooier vind is de trends en de dance wat je nu hebt en wat gelukkig hier op het Emporium ook is. Want dat vind ik wel het mooie van Emporium, dat eigenlijk alle muziekstijlen binnen de dance in de breedte, dat die hier vertegenwoordigd zijn. En dat het publiek wat hierop afkomt, ook dat vooral speciaal vindt. Want vandaag vindt in Nederland ook de Flying Dutch plaats. De top 10 van de wereld, wat bijna allemaal Nederlanders zijn, die staan te draaien op 3 locaties in Nederland. En dan is het wel mooi om te zien dat voor wat betreft dit evenement en de aantallen mensen die hier zijn, dat het gewoon weer uitverkocht is. Toen ik in eind 2012 ben ik begonnen, begin 2013 heb ik kennis gemaakt met de beide organisatoren, Twan Krebbers en David Brons. En toen heb ik hen wel één ding meegegeven en dat is gelukkig ook ingevuld. We hebben dit evenement op onze bodem, dit is Wijchen. En ik vind het belangrijk dat wij dat ook uitstralen, dat ook zij dat uitstralen. En heb hen ook gevraagd om het woord Nijmegen te vervangen voor Wijchen. Want ik ben trots op het evenement, op de uitstraling van het evenement. Daar investeren wij ook op. Maar ik vind ook dat het dan wel, zeg maar, ook iets teruggegeven mag worden. En het is gewoon goed om te zien dat bij 538 en bij alle uitingen Veronica, dat daar tegenwoordig staat dat Emporium in Wijchen plaatsvindt. Maar waar het om gaat is dat je je dorp wel neerzet op de kaart van Nederland. En wij zijn allerminst een suf dorp. We hebben buitengewoon veel dynamiek. En zo'n feest, maar ook de Strong Viking Run bijvoorbeeld, die helpen ook wel mee aan dat imago. In positieve zin. En daarom is het goed dat de naam Wijchen hier ook stevig aan verbonden is. Mag ik u bedanken dat u tijd heeft gemaakt voor de Wijchensommo? Heel graag gedaan en jullie nog veel plezier. Maak mooie shots, laat het iedereen zien. Want het is echt een evenement om trots op te zijn. Gaan we doen, dank u wel.
safe trip home. And see you soon at Dreamfields Festival. But above all, see you next year at Emporium 2016. Are you in?